Ja, donc on va tout de suite enchaîner. Ja, dan gaan we onmiddellijk verder dus met Thomas Fontaine, die het gaat hebben over de graffiti in het fort van Romainville in de buurt van Parijs. Bonjour. Goedemorgen, middag liever. Voilà, c'est un récent travail, en fait, dus er is recent is er werk verricht dus op initiatief van de Conseil Général de la Seine-Saint-Denis rond dus de graffiti in het fort van Romainville. Dus, en van daaruit heb ik aan de organisatoren van deze dag voorgesteld om een synthese te bieden van de belangrijkste conclusies die zullen worden bekendgemaakt in de komende maanden. Alors pourquoi vous proposez l'exemple dus waarom Romainville u vandaag toelichten? Omdat deze plek heel representatief is dus voor dus de detentieplaatsen in het bezette Frankrijk. Dus het is een van de drie belangrijkste gevangenissen eigenlijk. Het is het eerste kamp dat geïnstalleerd werd in bezette zone. En we zien dan ook, als we de geschiedenis ervan bekijken, dat dat inderdaad overlapte dus met het beleid dat werd gevoerd door de Duitsers van 40 tot 44. Om kort te zijn, het was eerst dus een kamp voor krijgsgevangenen, een frontstalaken. Dan dus een kamp voor buitenlanders, dus Angelsaksissen, Joegoslaven vanaf 41. In 1942 une réserve d'otages. Wordt het dus een reserve voor gijzelaars, zoals men dat noemt, dus voor mensen die nadien gefusilleerd zouden worden in Mont-Valérien, aan de andere kant van Parijs. Vanaf 1943-44 wordt het een van de twee vertrekpunten voor deportatie van dus verzetsmensen, samen met het kamp van Compiègne, en in 1944 ook vooral het kamp waar dus vrouwen transiteren die naar Ravensbrück worden gedeporteerd. Dus in Romainville is ook een heel goed voorbeeld, omdat we zien dat historisch gezien, ja, ik moet zeggen dat ik dit begonnen ben zonder mij echt bezig te houden met de plaatsen zelf, maar vandaag, als u dus de ceremonie bijwoont, die wordt gehouden in Romainville. Er is maar één per jaar. Dus wel, het is opnieuw dus een Franse militaire site geworden in 1945. Wel, de graffiti zijn absoluut niet aanwezig dus op dat bezoek dat je daar kan brengen. Niet omdat men iets wil verbergen, maar gewoon het heeft te maken met de veiligheid van het publiek. Maar wat heel significant is, is dat de graffiti maar heel zelden worden vermeld door de historici. Dus de bedoeling van deze studie was dus om al die materialen te gaan bekijken, om wat zij vertegenwoordigen, om ze zo dus een nieuw historisch onderzoeksterrein te hebben. Want inderdaad, die graffiti zijn heel significant voor problemen die ons vandaag bezighouden, namelijk de bijzondere onderzoeksmethodologie die werd toegepast om ze te bestuderen. Want we hebben daar inderdaad een heel specifieke antropologische aard van die graffiti. Dus het zijn vooral dus gevoelige archieven die we dus, net zoals andere bronnen, historische bronnen, moeten checken natuurlijk. Dus u zal het straks terugzien op een aantal andere slides. Dus de superpositie van de verschillende lagen, net zoals in Breendonk. Dus het fort werd in 1944 bezet door het Franse leger. Dus een aantal soldaten zijn er ook opgesloten. En ook daarvan blijven er een aantal graffiti over. Die dus zich bovenop die van de gevangenen tussen 40 en 44 hebben gezegd. Bovendien ook is er een gebrek aan historiografie eigenlijk.
gebruiken. Dus omdat er weinig onderzoek naar gedaan is in alle studies over de Tweede Wereldoorlog. Maar die bron biedt wel een aantal mogelijkheden, want u zal zien, dus we gaan trachten u dat voor te stellen. Dus via de lezing van die graffiti kunnen we dus onder meer voor jonge scholieren bijvoorbeeld een soort samenvatting geven van verschillende repressieve beleidsmaatregelen die werden genomen in bezet Frankrijk. En vandaag toont die studie ook de kloof aan en alles wat er nog moet gebeuren op andere plaatsen. Ik ga het er straks even kort over hebben. Dus ik ga niet terugkomen op de hele geschiedenis van het fort van Romainville. Dus ik ga de functies van dat hele fort niet gaan toelichten. Vanaf 1942 worden er heel wat gevangenen dus in opgevangen. Ik ga trachten om drie belangrijke onderzoekspistes te schetsen die eigenlijk de belangrijkste conclusies vormen van dus het werk dat gestart is samen met de Conseil Général. Dus ik kom terug op een idee die al vermeld is in het geval van Braindonk. Namelijk het idee van een spoor te hebben dat onmiddellijk uitzonderlijk wordt, als uitzonderlijk wordt beschouwd. Dus als je die graffiti bekijkt en hun statuut, in het geval van Romainville en in de meeste dergelijke plaatsen in Frankrijk lijkt dat heel belangrijk. Maar net zoals in Braindonk zijn die heel slecht geïnventorieerd en heel slecht bewaard. Maar het is toch wel frappant te zien dat de graffiti dus van de Tweede Wereldoorlog in de verschillende Franse sites vanaf dus de bevrijding, dat men daar is gaan op toezien en dat de overheid daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. Dus vanaf het najaar 1944... wordt er dus aan gewerkt en maakt men een overzicht op van de inscripties op de muren van de gevangenis van Fresnes in de Parijse regio, want we wisten al dat Fresnes onder meer dus de gevangenis was voor de Gestapo uit Parijs. En heel wat verzetstrijders, belangrijke verzetstrijders, komende uit heel Frankrijk, hebben een aantal weken daar doorgebracht. Très vite. Ook vrij snel wordt een boek uitgegeven op basis van dat eerste initiatief. Henri Calais brengt dat uit vanaf december 1945. Het ministerie van krijgsgevangenen ook gaat het nodige doen in de gevangenis van Cherche-Midi. Nochtans doet men niks in Compiègne, dus waar er toch ook wel specifieke maatregelen golden. Ik kom straks terug op Romainville. Maar ze trachten dus die overzichten in een systematisch bij te houden en op vraag van het ministerie, dus van de minister van Justitie, worden aan de verschillende directeurs van de penitentiaire instellingen een tekst doorgestuurd waar men aandringt op een systematische inventaris in alle Franse gevangenissen. En het is heel kenmerkend om vast te stellen dat er dus heel wat inventarissen worden opgemaakt, maar het probleem blijft hetzelfde met betrekking tot de datering van dus de graffiti en de identificatie van de slachtoffers. Hier een voorbeeld, dus in de citadel van Perpignan, waar de meeste verzetslui werden samengebracht. Dus daar zegt men dat men veel eer heeft moeten vaststellen dat sinds de bevrijding dus de lokalen opnieuw bezet zijn door soldaten en de meeste muren zijn wit gekalkt. Dus blijkbaar in Braindonk is dat later gebeurd vanaf 1948.
On ne sait pas comment les relever. Maar véritablement effectué. We weten niet hoe de overzichten precies gemaakt zijn. Dus foto's zijn heel zeldzaam. En we weten dan ook niet of dat overzicht weergeeft wat er op de muur stond. Of het al dan niet al een soort interpretatie is. Maar die overzichten geven ons toch de dimensie van een kader dat vandaag volledig verdwenen is. Waardoor we dus inderdaad het belang kunnen nagaan van de inscripties. Dus op alle die plaatsen en de meeste ervan, dus van die graffiti zijn vandaag verdwenen. Voor wat Romainville betreft kunnen we ervan uitgaan dat er een twintigtal kazematten waren. Le fort a été construit au milieu du 19e siècle. Dus het fort is gebouwd in het midden van de 19e eeuw. Dus de kazematten dienen eerst dus voor dus de artillerie. En het is duidelijk dat daar natuurlijk de bewaringsmaatregelen het moeilijkste toe te passen zijn. En natuurlijk, ik heb u een kazemat getoond zoals die bestond dus tijdens de oorlog, de kazemat 20. Dus, les portes ont été intégralement... Als ik u die vandaag zou tonen, ja, dan zou u zien dus dat de deuren helemaal hersteld zijn en zo. Dus die graffiti, waarom worden die zo snel opgetekend uiteindelijk? Wel, omdat het naast de bekommernissen van de overheid wil men vooral ook dus informatie inwinnen over de slachtoffers. Ik herinner u eraan dat de oorlog niet volledig afgelopen was. En bij het einde van de oorlog wil men dus de families zoveel mogelijk informeren over wat er gebeurd is met hun familieleden. En ook de aandacht van de families gaat uit natuurlijk naar die graffiti. Ik verwijs dus naar Jacques Foucard, die dus vanaf 1945 is begonnen dus met het optekenen van al die graffiti. Dus in Romainville heeft u dus die twee dimensies. Eén dus voor dus de herinnering, een ander dus ter identificatie van de slachtoffers. Volgens mij, en ik vind dat ook vrij significant, dus de dimensie identificatie van slachtoffers moet op de eerste plaats komen. En dat was ook het geval tot het begin van het jaar 46. Dus de lijst die is opgesteld voor Romainville geeft dezelfde problemen als die we daarnet vermeld hebben, namelijk of het exact weergeeft, dus wat er geschreven is op de muren. Dan nog snel, nog even stilstaan dus bij de Gestapo plaatsen in de Parijse regio. Dus dat is een van de paradoxen. Dus het ministerie waarover ik het had, gaat zich in het najaar 44 in Villefosch installeren. Dus Avenue Villefosch, dus waar inderdaad de Gestapo zijn intrek had genomen. Waar dus een groot deel van diensten weer gevestigd werden, die zich bezighielden met de vervolging van de verzetstrijders. Ik heb alleen een foto kunnen terugvinden van een van de cellen uit dus het gebouw aan de Avenue Foch. In de jaren 70 hebben we maatregelen getroffen, Rue des Saussées. Le premier bureau où dat is dus het eerste kantoorgebouw waar de dienst 4 van de Gestapo in Parijs zich gaat vestigen. En dat wordt dan uiteindelijk dus echt het hartje van het netwerk van de Gestapo in Frankrijk. En het is heel moeilijk om iets te vinden over dus de Gestapo in de provincie. Dus één bron voor die graffiti, één lichtpunt die ons toelaten vandaag dus de geschiedenis van de verzet te lezen, van de vervolging van de Gestapo te leven. 135 inschrijvingen, graffiti, inkervingen. U zult zien, er zijn er die dus echt boven elkaar gegraveerd zijn. 75 uit de periode van de bezetting. En van een vijftigtal hebben wij dus ook een idee van de auteurs. 35 zijn mannen, 14 vrouwen. En we hebben dus de bronnen kunnen
naast elkaar leggen. En dankzij dus het Duitse register, het originele Duitse register van 40 tot 44 van het kamp van Romainville, waar dus alle gevangenen van het kamp in genoteerd staan. We hebben dus die beide bronnen naast elkaar kunnen leggen. En uit die graffiti blijkt dus op een uiterst emotionele manier wie allemaal in dat kamp beland is. En in begin 45 daar vinden we dan ook sporen terug van dus de collaboratie. Ratie die toen werd opgesloten, er zijn ook inscripties van vrouwen die vertrokken naar het concentratiekamp van Ravensbrück en die de avond voor hun vertrek ook een of andere graffiti hebben ingekerfd. De kwaliteit van de foto's is niet al te best, maar net zoals in Brussel, het is dus hetzelfde probleem. Voor wat betreft het fort van Romainville, het is nog altijd een militair fort. Het is dus nu gesloten geworden, er verblijven geen militairen meer. En onlangs werden de kazematten gebruikt voor het stockeren van archiefmateriaal. En we hadden dus rekken met archieven achter ons, zodat we niet voldoende afstand konden nemen. En dus de graffiti zijn in uiterst slechte staat. In sommige gevallen, wanneer die gewoon tegen de bepleistering blaast, bladert die af. Hier heb je dus de graffiti, twee weerstanders van het verzet uit Centraal-Frankrijk, die in 1943 belanden, ook met een kalender. We vinden er heel veel terug, kalenders. Ze laten dus een spoor na van hun aankomst. Ze vertrekken pas in oktober 1943 om dus gefusilleerd te worden op de Mont Valérien. Tiré du registre. En dus hier hebben we in het originele register kunnen de fiche en de foto's vinden van Georges Leblanc. En daar zie je dus de datum van aankomst, de datum van vertrek en de burgerlijke stand. En we hebben dat dus ook kunnen checken aan de hand van heel wat andere bronnen. Soms voor bepaalde namen die uiterst moeilijk leesbaar waren, hebben wij toch de persoon kunnen authentificeren. De France en déportation. Er zijn dan de mensen die worden weggevoerd, onder meer van Roland Grésillon, is nauwelijks 17 wanneer hij in Romainville belandt en hij zal deel uitmaken van het eerste konvooi naar Buchenwald, dan wordt hij overgeheveld naar Dora. In dit konvooi vreemdelingen, Nederlanders onder meer, John Overs en Theo Spaas. Uitspraak is niet al te goed. Ze laten de naam van hun stad weer. En dat heeft ons toegelaten om de namen van die twee personen terug te vinden. Maar ik weet spijtig genoeg niet wat er met hen gebeurd is. Ze werden naar Buchenwald gedeporteerd en later overgeplaatst naar Dora. En dan ook een van een persoon die deelgenomen heeft aan het ingriffen van die initialen, Glaser. We vinden ook de namen terug van een hele reeks opposanten, Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische opposanten, die naar Frankrijk gevlucht waren voor de oorlog en die dan in 1940 naar de vrijzone zijn gevlucht. En uiteindelijk dan in 1942, wanneer de Duitsers het hele land bezetten, worden aangehouden en naar Duitsland worden afgetransporteerd. En ze hebben dus eigenlijk ook in gevangenschap Duitse taal les gegeven voor de Franse gedetineerden. Nog een andere vorm van de repressie. We hebben ook heel veel grafiet teruggevonden in Kazemat 17.
Dat waren dan gewapende weerstanders. Die waken dus met wapens in de hand, waren gearresteerd. Ook weerstanders uit dus spionage. Netwerken die werden beschouwd als uiterst gevaarlijk en geen deel uitmaken van de massieve konvooien, maar die vertrekken in kleine beperkte konvooien vanuit het Gare de l'Est, het Ooststation. En dus ook een groot deel van die weerstanders zijn natuurlijk ook nooit teruggekomen. Fernand Dalen onder meer heeft die tekening hier gemaakt. En dan wordt het fort van Romainville ook het verzamelpunt voor de vrouwen die naar Ravenspunt worden afgevoerd. Ja, dat was ik hier vergeten, is dit hier het begin van een groep van gevangenen. En als men dan gaat kijken in het register, vanaf de vierde naam heb je alleen nog een voornaam en dan uiteindelijk nog een datum. Donc en 1944, dus worden de vrouwen daar samengebracht die naar Ravensbrück worden afgevoerd. In casemat 17 heel veel vrouwen en het merendeel van die graffiti zijn eigenlijk collectief. Wat wijst op de manier waarop die casematten werden gebruikt door de Duitsers. Die vrouwen arriveerden in groep in Romainville. Zij logeerden daar ook in groep. En zij brachten ook hun laatste dag en groep door in casemat 17. U kunt dus vaststellen, dat hoop ik althans, dat het voorbeeld van Romainville uiterst interessant is. En die graffiti vormen dus een uitzonderlijke media. Materieel, dat is mijn laatste punt en ook mijn conclusie. Wanneer we dit materiaal analyseren over zijn, of naar zijn historische zichtbaarheid en een wetenschappelijke benadering, lijkt me echt noodzakelijk. Alleen maar emoties dienen tot niks. Pour les classes, maar dus de media, we kunnen daar ook een les aan lenen. Dus ik laat me sinds geruime tijd in met de opleiding van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten, over die zaken. En er zijn dus getuigenissen gebruikt, de naamplaten van de straten, archieven, allemaal materiaal dat dus het wereldconflict kan herdimensioneren op het vlak van de streek waar men woont. En het werk van herinneren en van memorie is dus een werk van lange adem. En ook moeten we dus erover waken dat wij bakens blijven behouden die dus getuigen van de geschiedenis. En die graffiti in Romainville, die vaak bijna onleesbaar zijn geworden en die aan het verdwijnen zijn, zijn nooit grondig bestudeerd. Dat is te betreuren. Maar het gaat hem dan toch echt om heel emotioneel geladen archieven. Dank u voor uw aandacht. Dank u. We hebben een beetje vertraging. Een uur en kwart, een kleine pauze. En dan gaan we dus...